van Hoormenten. Goedemorgen, Hoormenten. Dat betekent goedemorgen. Goedemorgen, dag 3 van de Noordkaap Challenge. We zijn onderweg naar Helsinki, nog enkele uren. En we zetten land aan Finland. We zetten voet aan wal, bedoel ik. We zetten voet aan wal. Ja. Wat heeft vandaag voor onze pet overal? Eerst gaan we ontbijten en daarna gaan we een kilometer vreten. We eindigen, Huub, vanavond, ja? In de sneeuw. Alright. We gaan naar Tybalkovski. Ook wel beter bekend in de volksmond als Jolotovski. Goedemorgen, heren. Oh. Morgen zondag is. Ik ben nog steeds wel iets wat emotioneel. Zo emotioneel. Morgen, heren. Morgen. Thank you. Thank you. Bye. Oh, kijk eens bal, achter je. Goedemorgen, Bak. Goedemorgen. Hoe gaat ie? Goed. Met jullie? Goed. Ja, met... Beetje fris. Klinkt dit huisje? De boot gaat echt niet normaal op beneden, hè. Het is echt krankzinnig. Het is super cool. Super cool. Heb je niet koud? Nee. Echt vrienden aan het maken hier op de Noordkaap Challenge. We moeten naar de auto. Echt? Ja, we moeten onze spullen nog inpakken. Ik moet nog douchen. Kan misschien helemaal niet. We kunnen niet als voorkomen bij de andere reis hier. Hey! We staan vooraan, hè? Oh, we staan vooraan. Oké, okay. Let's go. Weet je nog waar we zaten? Zijn we hier? Nee, toch? Ik weet niet waar we staan. Mr. Gangnam staat, u weet waar we moeten zijn. Oh, toch weer omhoog. En dit dan? Ja. Wat is dat? Ga je niet vooraan daar? Ah, we zijn veel te laat. Wacht, wie meen je? We zijn in Helsinki. De sfeer zit er goed in. Dank je, horen. Goedemorgen, heren. We hebben een goede reis gehad. We lagen gewoon onder water, letterlijk. En wij waren volgens mij een puntje van de boot wat door het ijs heen brak. Dus dat was redelijk spannend. Titanic experience. Titanic experience. Ja. Maar na 2 uur accepteer je je lot. En Leo deed het ook al heel snel. Die zei tegen Kate, promise me, never let go. Zei hij dat tegen haar? Ja. Waarom zei hij dat? Ja, als je het eenmaal leeft dat moment, ja. Dan... Begrijp je. Je lijkt ook best wel op Leonardo. Ja? Maar ze laat hem los, hè? En hij zegt, promise me to never let go. I'll never let go, Jack. Your hopes and dreams. Oh, your hopes and dreams. Nou, dat is het goed. Hier, waar gaan we vandaag naartoe? Sorry, wat zei je? 757 kilometer. Dat doen we ongeveer 10 uur. De zon gaat op om 9:15 en die gaat onder om 3:10. 6 uurtjes zon vandaag. En nu ga jij dit ding weer inleveren. Ja? Ja. Heel goede reis, tot zo. Doei! Wil jij nog wat zeggen? Stefan en Sander. Ik kan het gewoon proberen. Ruup, jij gaat nu de dingen inleveren. Nee. Kom hier. Ik heb ook recht om wat te zeggen. Lekker hoor ik voor de hand. Lekker op, Ruup. Olie is op, maar we kunnen niet meer tanken. Kunnen Paul en Ruben de Noordkaap Challenge afmaken? Of eindigt het hier als een bittere pil? Lekker mee! Blijf op een buur! Lekker mee! Wil niet meer met jou op stap? Hey, oh, wil jij op stap? Ja, ik ga met jou op stap. Ron, die doet niet zo moeilijk hoor, die gaat op stap. Yes! Sneeuw! Wauw! Dames en heren, dit is Finland, jongens. Dit is Finland! Dat is kijk alles! Lekker, Paul. Het is echt winter, hè, mannen. Het is zeker wel winter. We gaan over enkele dagen dus een gebied in en dan schijnt de zon helemaal niet. Het komt 3 dagen lang de zon niet op. Het is overmorgen al. Dat is toch niet normaal, Paul? Het is gewoon helemaal wit. Maar in Nederland is het ook wit. Dus voor niemand is het een extra speciaal. Hier overal is het wit. Behalve mensen in Hawaii misschien. Wij gaan onze challenge doen in de tussentijd. Echt? Ja. Wat is jullie challenge? Sneeuwengel maken. Oh, top. Oh, nou, ze gaan een sneeuwengel maken. Even wat enthousiaster. Ja, Rup, ze gaan een... Ja, ik heb net ook een sneeuwengel gemaakt. Ja, niet gelijk zo downtalk, hè? Nee, wel in het diep, hè? Ja, tuurlijk. Oh. Wat dacht je dan? Ik weet nog een betere. Een sneeuwengel met je neus naar beneden. Dat gaan we doen. Kom. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, samen, anders is het geen challenge. Kom, jongens. Zullen we met z'n allen doen? Ja. Dionne, jouw challenge wordt uitgevoerd door Team Spirit, Team Blue Lightning. Dionne, zij gaan jouw challenge nu uitvoeren. En omdat Paul en Ruben erbij zijn, is het niet zomaar een sneeuwengel. Het is de reverse sneeuwengel. Geen half werk, oké? Okay? 3, 2, 1. Veel beter dit. Okay. Kijk eens. Ruben, challenge complete. Yeah. Woo. Mooi, meiden.
Hoe was het? Ik vond het een mooie twist aan onze uitdaging. Ja. Blue Lightning en Team Spirit, well done. High five. Ja. Hoe, wat vond je ervan, Paul? Leuk. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook leuk. Als je dus een challenge hebt en wij zijn erbij, dan kom je er gewoon niet weg met een gewone challenge. Dat moet gewoon en net even wat gekker, jongens. 2.0. 2.0. Ik doe weer rijzootjes. 3 uur blazen. Waanzinnig. Hier, kijk naar buiten. Wauw, mooi. We rijden in convoy. Je bent op stap met Paul en Ruben als hekken sluiten. Hou je hem wel op de weg, Ruben. Het is echt, het is niet normaal, joh. We zijn er. Lange rit. 10 uur gereden. En nu zijn we er. Hey. Dat is mijn dagje wel, hè? Zo, de dag is nog niet om. Ja, we zijn er nog niet. Dat is de instelling. Dit, heren. Dank hebben jullie zelf gezien in de vlog? We zijn aan het autorijden geweest. We hebben geen tijd om te kijken. Kei druk. Echt wel. Echt niet. Zo, dat is helemaal ijs, hè? Ruud, we zijn er. Ja. Naar jou. Naar jou. Naar mij. Nee, allemaal. Hallo. Onze vrienden zijn er weer. Welkom. Nu gaan we even de gezelligheid opzoeken. Kijk eens. Paul? Dat was een spannende dag. Weer een spannende dag. We zien allemaal weer morgen. Tot morgen. Gaat goed, hè? Gaan jullie kijken morgen? Zeker. Super. Kijk eens lijken.